Ik zie hier de organisator, die staat eventjes niks te doen. Dat komt goed uit. Hij is aan het eten, dat moet ook. Maar ga rustig verder. Maar je eet nou echt heel langzaam natuurlijk, dat je niks hoeft te zeggen. Ik heb mijn mond vol. Nee, doe maar even rustig aan. Neem even je moment. Kijk eens. Wie zijn dat, Erik-Jan? Ik weet het niet, ik herken ze niet. Dag dames en heren, een hele goede avond en welkom. Het laatste weekend van juni, en dat staat altijd in het teken van het Drakenbootfestival. Dit jaar nog groter opgezet dan ooit. Zaterdag was het de beurt aan de bedrijven en vandaag zijn de straten en de verenigingen aan de beurt. Er is heel veel te doen hier. Er is een drakenland, er is een single party, er is een amazing show. Heel veel leuke dingen. Ik zou zeggen, gaat u mee, dan nemen wij een duik in het Drakenbootfestival. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ziet het er leuk uit? Ja. Wat hebben jullie even terug in je kindertijd? Wat ja. is het? Ja, het is echt het voelt als thuiskomen. Ja, we hebben ook knikkers bij ons, dus we gaan zo knikkeren. Je gaat knikkeren. Ja. En leuk hoedje heb je ook op? Ja, dat is van Pinkpop 2 jaar terug. Dat is nog een souvenir. En maar jullie doen ook mee vanmiddag? Ja, korte kweekweg. Je hebt er zin in, zie ik. Ik heb ontzettend veel zin in. Ja, ik ben niet zo'n prater op dit moment, maar... Maar dat komt vanmiddag nog wel? Dat gaat wel komen. Wat spraakwater... En wat doen jullie nog meer? Dit hebben jullie en je hoedje en wat... Het t-shirt. Ja, we hebben zeg maar een mix, dus wit zit naast grijs. Dat is een beetje het idee. Dat is wel heel leuk, ja. Ja. En hoe laat moeten jullie? Hoe laat moeten we eigenlijk? Kwart voor één. Oké. Okay. Ja. Nou, dan heb je nog even om een beetje leuk ook. Je ziet er heel leuk uit. Dankjewel. Heel veel succes. Ja. Jij gaat op de ruige tour. Altijd. En jullie moeten zo varen? Nee, we hebben net gevaren. En hoe is het gegaan? Nou, heel slecht natuurlijk. Nou, volgens mij komt het door dat haar van je. Nou ja, dat is een beetje de weg, hè. Succes! Dankjewel. Wij doen er gelukkig nog een deuntje onder, want tot 1 uur mocht er geen muziek en geen omroepinstallatie plaatsvinden tijdens het Drakenbootfestival. Twee buurtjes waren hevig gehecht aan hun zondagrust. Vandaar die kerkklokken om 9 uur 's ochtends al. Hoe gaat ie? Super. Ja, super, want jullie moeten nog natuurlijk. Ja. En wie zijn jullie? Welgelegen Zuid. Je ziet er leuk uit. Het thema? Nerds. Ik zie het, ja. Wat zeg jij? Hij zei iets. Wat zei jij? Ik mijn nummer wilde. Ja, goed, doen we straks even. Maar dan moet je wel heel goed varen, anders dan laat maar zitten. Ik zie wel, dat komt wel goed. We zien er leuk uit allemaal, nerds. Ja. Kledingadvies van de vrouw. Oké, en zijn jullie nerveus? Nee. Nee, wat denken jullie? De eerste. Oké, we houden het in de gaten. Zet hem op, hè, nerd. Dankjewel, hè. We hebben gewonnen! Zo intussen Erik-Jan Westen, de organisator van dit prachtige spektakel, intussen uitgegeten zijn. Je bent tevreden? Ja, heel erg. Het is nu zondag, hoe was het gisteren, zaterdag? Heel erg druk. We hebben, ik denk 30.000, 35.000 mensen ongeveer gehad. Dus op zaterdag hebben we eigenlijk nooit zoveel mensen gehad. Leuk zeg. En dit is de 9e editie. Volgend jaar dus 10. Hè? Hebben jullie al een beetje een idee dat, of dat nog groter wordt? Moet het een enorm feest worden die 10e keer? Nou, op zich denken we niet aan nog groter. Maar kwaliteit. Beter neerzetten, hogere kwaliteit. Nog beter neerzetten? Ja, voor onszelf zien we al elk jaar weer dingetjes die verbeterd kunnen worden. En vooral de oevers vinden we leuk om een beetje paradeachtige dingetjes neer te zetten. Ja, dat kan nog iets meer gevuld worden, denk jij dan? Ja. De oevers? Ja, nou, ja zeker. En de vrijdagavond blijft gewoon in concert? Ja, dat is wel de bedoeling. Absoluut. Je bent alweer bezig met iemand voor volgend jaar of nog niet? Ik denk over een week of twee gaan we daar weer over nadenken. Je kan nog verder niks zeggen wat je in je hoofd hebt van oh, dat zou nou leuk zijn als die hier kwamen.
de Golden Earring overtreffen, zou ik maar zeggen. Ja, er zijn er wel een aantal, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Wil je een naam noemen? Nee, dat doe ik niet. Echt niet? Nee, dat doe ik echt niet. En daar komen de Zeeuwse meisjes, lijkt het wel. Goedemiddag. Kaasmeisjes. Kaasmeisjes, sorry. En dit is het kaasmannetje. Ja. Jij bent Annie. Hoe heet ze? Zij. En jij? Ik, JP. JP. Ja. Zeg, hoe ging het? Ja, vermoeiend. Ja, dus... Vermoeiend? Ja. Zo zie je er niet uit. Nee? Oh, nou, zo voel ik me wel. Oké. Ja. Maar je hebt wel goed je... Ik moet gewoon blijven hier. Ja, je moet even blijven. Maar je hebt wel goed je best gedaan. Ja, je best doen, dat is het minste wat je kunt doen, hè. Dus... Ja, is het de eerste keer dat je meedoet? Vorig jaar ook. Dus met dezelfde mensen. Dus... Oké, jongens, kom maar even bij. Kom jij er even bij. Kom eens even. Steun JP even. Hebben jullie geoefend? Ja, als een tierenlier. Vannacht in mijn dromen, dat was het al een beetje, denk ik. Nee, maar verder hebben jullie niks... Vorig jaar hebben we een keer meegedaan met driekwart van het team. En dat was het wel, denk ik. En wie heeft bedacht om nou als kaasmeisje te gaan? Wie is dat eigenlijk? Waar is Laura? Jij bent... Laura, waar is Laura? 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 Jij hebt dit allemaal bedacht? Ja, heel origineel, hè? Ja, leuk hoor. Hoe gingen jullie vorig jaar? Vorig jaar waren we sporto's. En dat had jij toen ook bedacht? Nee, dat weet ik niet meer. Wie heeft dat? Maartje heeft dat bedacht. Oké, maar hij zegt net, JP zegt, ik vond het heel vermoeiend. Ik zeg, zo zie jij er niet uit. Maar jij ziet er wel heel erg moe uit, vind ik. Bedankt. Je hebt echt goed je best gedaan. Ik had gedacht dat ik het beter kon, maar ik vond het best wel zwaar. Ja, je hebt het moeilijk, of niet op dit moment? Je hebt moeilijk, ja, of niet? Heel ik zie het, meid. Ja, ik zou zeggen, neem lekker even een stuk kaas en geniet ervan. Ja, dank u. Hun buurt is intussen omgedoopt tot gatenkaas. Nog even op de foto voor het nageslacht, want dit gelooft anders niemand. De een oefent in zijn dromen en de ander gewoon op een partybank. Maar of dat helpt... We zijn goed bezig, zeg. We zijn altijd goed bezig. Jullie zijn van de Julianalaan, als ik het goed heb gezien. We zijn van de Koninklijke Straten. Oké, maar even droog, even oefenen op het droge. Wij oefenen meestal droog en dan aan het eind dan maken we de boel nat, denk ik. Oké, en ik hoorde net iets over kilo's. Hoeveel kilo gaat er in die boot? Ik denk iets te veel, maar dat, aan het eind van de race is die kilo er weer af, denk ik. Oké, maar ze zijn niet echt aan lijnen geweest hiervoor. Nee, dat speelt geen parten bij ons. Oké, maar het ziet er... We hebben het gewicht goed verdeeld, dus op een gegeven moment het gewicht hebben we midden in de boot zitten. Voorin hebben we wat licht en achter licht, dus op een gegeven moment ligt behoorlijk vlak. Dus ik denk dat we vrij veel snelheid kunnen maken. Je denkt dat het goed gaat komen straks? Ja, de eerste race is ook goed afgelopen, winnend afgesloten. Dus dit moet een verbetering zijn, even de puntjes op de i en dan gaat het helemaal goed komen. Of het met de cijferfreaks het ook goed gekomen is en zij het droog hebben gehouden, we zullen het zien. Hi, ik zie al één nerd aankomen. Hi. Hey, jij bent in het water gegaan. Waar zijn de anderen? Oh, die komen eraan. Oh, dan willen ze allemaal eventjes... Jij bent echt in het water gegaan, of niet? Nee hoor. Nee, zeker niet. Dit is gewoon... Deze kant. Ja, kom er even bij, nerd. Kom er even bij. Alle nerds verzamelen hier even. Ja, alle nerds. Alleen nerds. Hoe gaat het? Ja, zeer goed. Hoog tempo, maar dat past er zo meteen aan. Oh, dat doen nerds. Die gaan in het begin heel hard of zo. Berekenen. En jij, hoe voelt het? Nou, het ging wel goed, maar we hebben nu in Excel een paar berekeningen staan. We moeten eventjes wat dingetjes doorvoeren om die efficiëntie wat... En dat gaat wel lukken. Hoeveelste waren jullie nou? Eerste. De fotofinish te zien, eerste. Dat denk je dan? Ja, net. Nipt. Ja, ja, maar is dit de eerste keer dat jullie meedoen? Nee, zeker niet. Hoe vaak hebben jullie al meegedaan? Zevende keer ongeveer. En hoe gingen jullie altijd verkleed? Wat was het bijvoorbeeld vorig jaar? Vorig jaar hadden we... Vorig jaar gingen we als kampioenen. Als kampioenen. Toen hebben we inderdaad gewonnen. We zijn een keer als piraten geweest en een keer als onszelf, geloof ik. En, was dat moeilijk als je jezelf bent? Ontzettend moeilijk. Ontzettend, ja. Dan kan je je lekker verschuilen achter zo'n nerd, of niet? Ja, zeker. Het voelt ook anders? Een stuk prettiger dit. Zeg, en wanneer moeten jullie weer? Kwart voor twee volgens mij. En wat gaat er in die tussentijd gebeuren?
Gewoon voorbereiden op de volgende wedstrijd en nieuwe berekeningen uitvoeren vooral. Dus. Jullie zijn volgens mij de hele dag aan het rekenen, of niet? Het waterweerstand is toch weer iets anders dan vorig jaar. Dus misschien meer fietsen in het water. Nou, ik zou zeggen, nerds, maak er wat van. En kijk eens, daar staat er nog eentje. Jij bent echt nat. Jij bent in het water gegaan? Ik ben niet in het water geweest. Maar hoe kom jij zo nat dan? Die jongen die voor mij zat, die kon niet roeien. Oh, zo gaat dat. Dat is een echte nerd. Echt. En hoe voel jij je op dit moment? Nat. Van nerd naar een singlefeestje is eigenlijk maar een hele kleine stap. Hartstikke gezellig. Singlefeestje altijd gezellig. Waar zijn wij hier? Het singlefeestje. Het singlefeestje. Vertel, wat is het singlefeestje? Je singles uitzoeken in bakken en dan geven aan de DJ. Dan gaan wij ze draaien en dan gaan we met z'n allen dansen. Echte plaatjes. Misschien moeten we het even laten zien. Dat is beter, denk ik. Ja, dat doen we zo even, ja. Okay, ja. Okay. Maar ik ben zo benieuwd. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen van het singlefeestje? Want ik had hele andere ideeën bij het singlefeestje. Ja, dat kan een kleine verwarring zijn. Maar het zijn dus cd-singles. En dat kwam, ik werkte ooit bij BNN. En daar kregen we een mailtje van het hele 3FM singlearchief moet weg. Want ze draaien nu met computers en niet meer met cd's. Dus je mocht daarheen en je mocht gewoon kijken en een paar singeltjes meenemen. Maar ik ging daar doorheen samen met een vriend. En we hadden meteen allemaal gesprekken van, oh, hier heb ik voor het eerst op gezoend met een meisje. Dit was mijn eerste single die ik kocht. Wij dachten, dit is te gek. Allemaal herinneringen. Hier moeten we wat mee. Dus toen hebben we gemaild van, mogen we al die singles hebben? Toen zeiden ze, ja, is goed. Ze moeten toch weg. En dan nu liggen ze hier in de bakken en dan kan je er doorheen en herinneringen ophalen en je favoriete plaat aan de DJ geven en die draait hem. Ja, jullie zijn Pim en Jeroen. En Jeroen, jullie zijn de eerste in Nederland die zoiets doen? Ja, ik denk dat er wel meer interactieve feestconcepten zijn waar je muziek kan aanvragen, maar niet dat je ouderwets door de bakken kan bladeren. Ja. En dat je gewoon echt het fysieke singeltje aan de DJ geeft. Ja, want ik denk dat dat uniek is. Want je komt echt, zeg maar, je hebt wel een nummer van dat nummer wil ik graag horen. Maar als je nu door die bakken heen gaat, dan kom je ook nummers tegen die je alweer was vergeten. Dat je denkt, oh ja, die plaat. En dan leef je hem in. En dat maakt het anders dan gewoon nummers aanvragen. Zeg. En waar staan jullie zoal met je singlefeestje party, bedoel ik? Nou, we staan nu op heel veel festivals deze zomer. En soms hebben we een eigen tentje of een eigen podium. En we doen ook eigen avonden gewoon in clubs of poppodia. Bijvoorbeeld in Tivoli hebben we gestaan. En in Haarlem en in Amsterdam. Dus op heel veel leuke plekken in het land. Ja, leuk. En ik ben zo benieuwd. Er zitten mensen in die bakken te graaien, zou ik maar zeggen. En wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld iemand van een jaar of 60 die komt naar jullie toe en die heeft een heel leuk nummer uitgekozen. En dan? Gaat hij helemaal, raakt hij in trance of zo? Nou ja, je ziet wel mensen die gaan helemaal meteen, oh mijn nummer, wow. En het is ook heel leuk, want het is altijd anders, ook voor ons. Omdat er zijn steeds andere mensen op andere festivals natuurlijk. En net stonden er 10 een beetje oude rockers, gasten lange haren. Die kwamen met Guns N' Roses en AC/DC en die draaiden we en die gingen meteen, oh yeah. Het leuke is dat dan die rockers die dan dat soort nummers aanvragen, dat die daarna ook losgaan op de Venga Boys. Echt wel? Dat is het leuke, ja. Hey, en is er ook wel eens iets ontstaan tussen twee mensen die elkaar dus niet kennen en hier staan te dansen? Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Nou ja, vast en zeker met gewoon bezoekers, maar de grap is ook dat wij doen dit met ongeveer 20 mensen, steeds met andere DJ's, allemaal vrienden van ons. En die vrienden hebben het laatste jaar, 5 daarvan hebben ook een nieuwe relatie gekregen die ze tegenkwamen op een singlefeestje. Dus het is cd-singlefeestje, maar misschien stiekem ook een beetje singlefeestje. Oké, hartstikke leuk. Nou, onze cameraman is nog single, dus wij gaan dus even in die bakken graaien. En wie weet komt er nog iets leuks uit. Zoek je favoriete plaatje uit en dan draait de DJ hem meteen. Nou, daar had de cameraman kennelijk helemaal geen zin in. Die is weer gaan bootjes kijken. Over bootjes gesproken, heel vroeger had je de Vikingen. En die gingen ook per schip in dit geval. En laten ze er nu ook zijn. Jongens. Ja, goed. Geweldig. Ja, we hebben mooi gewonnen. Jullie hebben mooi gewonnen, ja. Hè? Waar zijn je collega's? Haal die er even bij. Jongens, hey! 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 Geweldig.
En jullie hebben gewonnen deze ronde. Ja, ja, zeker. Blij? Ja. Ja, we moeten heel even kijken of de tijd goed is. Maar we hebben een opperhoofd meegenomen vandaag. Ah, dat is echt werelds. Dat ben jij? Ja, ja. En wat denk je? Ja, we gaan gewoon dik winnen. Jullie gaan dik winnen? Ja, de beste tijd hebben we net gezet. Jullie hebben ook flink geoefend? Ja, 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 het hele jaar door. We hebben zelfs een boot. Ja, 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 vertel. Ja, nee, daar oefenen we mee, hè. En, waar doen jullie dat? Niet hier op het kanaal? Bij de club, op het droge. Oh, op het droge? Ja. In de tuin. In de tuin. Oh, leuk. Hoe was dat? Maar dat was naar 14 in. Ja, wat zeg je? Was er maar 14 in? Ja, nee, nee. Nee, maar hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo te gaan? Ja, dat is hij dan weer. Dat ben jij. Weer. Excuus. Ja, dat lijkt alsof ik dat was, maar deze meneer, die heeft een strong Viking run gelopen. Ach. En daardoor heeft hij het kostuum eigenlijk bepaald op deze manier. Dit heb jij allemaal op je geweten, hè? Nee. Ja, hij vindt het goed, geloof ik. Ja, vindt het goed? Heel leuk. Maar doe even een beetje enthousiast, joh. Vind je het leuk? Ja, het is heel leuk. Het is heel leuk. En zeker als we zo makkelijk winnen, hè? Echt, jullie gingen als een roeispaan, zou ik maar zeggen. Als een roeispaan, ja precies. Dat vind ik een goeie. Weet je de tijd een beetje? Ik weet echt geen tijd. Nee, spannend hè? Ja, het is wel spannend. We willen graag in de finale staan. We zijn vorige eerste geworden. Kijk eens aan. Nou, wie weet. Maar ik wil even weten van... Kijk, dat wou ik net vragen. Ja, van Dynamo. Daar zijn jullie van. Ja, nou, ik vind het er heel leuk uitzien. Ja, nou, ik ook. Ja, hartstikke leuk. Je bent wel nat geworden. Ja, ja. En afgetraind bovendien, hè? Ja, dat ziet er ook goed uit. Ja, jullie weten wat daaronder zit, hoor. Ja, dat hoeven we niet te zien, hoor. Laat maar. Maar ik wens jullie nog heel veel plezier. Dankjewel. Doei. Hebt u hem gezien? Hij stond ertussen. De meeste mensen moeten zich verkleden om op te vallen, maar je hebt ook mensen, daar hoeft dat helemaal niet bij. Goedemiddag meneer, hoe gaat het? Even mijn vrouw. Hilde, kom eens. Hilde moet erbij. Ja, Hilde moet even. Hilde! Je kan niet zonder Hilde begrijpen. Hilde, kom eens even, lieve schat. Kom eens. Hilde, kom maar even. Maar Hilde, die wil niet. Die wou niet. Hilde wil niet. Wel. Ja, wil wel. Hilde wil heel graag. Hilde, hij kan niet zonder jou. Dat weet ik. Dat snap ik wel. Hoe is het met jullie? Met ons gaat het goed. We gingen lekker. We zaten goed in de wedstrijd. Ja. En wie zijn jullie? Wij zijn Kerkweg. Uit Beekbergen. Uit Beekbergen. Beekbergen. Zo, en is het de eerste keer dat jullie meedoen? Derde keer. Oh, en jullie hebben het naar je zin hier? We hebben het ontzettend naar onze zin. Ja, jij bent de captain? Of nou, samen met Hilde. Samen met Hilde. Ja, Hilde. Jullie zijn een goed stel samen. Wij zijn onafscheidelijk, kun je wel zeggen. Maar jullie hebben goed gevaren. We hebben heerlijk gevaren. Maar die snor die speelt ook wel mee, denk ik. Ik heb geen idee. Nee, denk je voor niet? Voor mij niet. Ja, wel hoor. Ja, het speelt mee die snor. Ja. Okay. Hartstikke goed. Jullie gaan straks nog een keer? Nog één keer. En dan? Ik denk dat we dan in de kwartfinale schieten. Zo? Ja. Gaat goed, joh. Ja, wel. Ja, we gaan lekker. In de halve finale? We zijn lekker. Nou, dat weet ik niet, maar we zijn lekker bezig. Nou, hartstikke goed. Hilde en Gert. Gert, ik wens jullie nog heel veel plezier. Geniet ervan. Dank je wel. Oké, dag. Terwijl de dames en heren van de buurten zich het schompen spedelen om de finish te halen, is er verderop voor de kinderen het Drakenland bezig. Tim Kolderhoff Productie schreef speciaal voor dit evenement een muzikale show met een draak, een prinses en een prins in de hoofdrol. Hoe bevalt het om in zo'n sprookje te zitten? Geweldig. Ja. Super. Heel leuk. Vind je het leuk? Ja, allemaal vrolijke kindjes die komen kijken. En hele leuke sfeer. Ja. Nou, ik wens jullie nog een lang en gelukkig leven toe. Goed. En geniet ervan, hè? Oké. Dag.
maar gelukkig. Waarom heten jullie Bliep? Omdat we dat een hele leuke naam vonden. Vinden, nog steeds. Ja, alleen maar daarom. En hoe lang bestaat Bliep al? 4 jaar alweer, inmiddels. Ja. En in deze samenstelling met deze muziek doen we nou half jaar, 3/4 jaar ongeveer. En waar treden jullie zo al op? Hier, dit soort festivals, gewoon lekker buiten. Zwarte Cross straks? Nou nee, zover hebben we het nog niet geschopt. Nee, maar dat komt misschien nog. Maar wat voor soort muziek spreken jullie? Wat is jullie genre, zou ik maar zeggen? In ieder geval Nederlandstalig, vrolijke popliedjes. Eigen gemaakte of vertaalde liedjes in ieder geval. Oh, jullie schrijven ook zelf? Ja. En ja, singer, songwriter, Amerikanen, daar zijn allerlei termen voor. Een beetje Guus Meeuwis-achtig. Nou, leuk, willen jullie ook zo'n stadion vol hebben straks? Ah, oh, dat zou leuk zijn, ja. Zou leuk zijn. Zeg, en hoe is jouw naam? Manfred. Manfred, en zit jij er ook al vanaf het begin aan bij? Ja, ik zit al... Je moet even goed in beeld staan, zo. Dat is heel belangrijk, ja. Ja, ik zit al vanaf het begin erbij, ja. En hoe is het om met deze twee mensen te spelen? Ja, geweldig. Ja, het is gewoon uniek en we hebben humor ook onderling. Heb jij altijd gitarist willen zijn? Ik heb al een heleboel instrumenten gespeeld, maar bij Bliep de gitaar is wel het leukste, ja. En zingen. Hè? Zingen vind je ook leuk? Zingen vind ik het eigenlijk het leukste. Zing jij altijd het hoogste woord hier? Of? Ik zie daar mensen ja knikken, ja. Dus ja. Uit. Vind je het zelf ook? Ja, ik vind dat ik er prachtig uitzie. Ben je er blij mee? Ik heb er nog nooit zo goed uitgezien. En het is geen lederhoze? Kleed me even aan hoor, want het moet er wel goed uitzien natuurlijk. En hoe heet het kostuum? Ik ben dwerg. Jij bent een dwerg? Ja oké. We zijn een Sneeuwwitje. En wie is... Kijk, daar is Sneeuwwitje. Ja? En dan zijn we de 16 dwergen. En we hebben een, wat is het? Koning. Ja, wat is het eigenlijk? Koning. Oké. Okay. En verder nog? En nog een jager. Hebben jullie ook een heks? Een heks hebben we. Wie is de heks? Dat is Jannie. En in het zwart? Dat is de heks, ja. Ziet en dat leuk is, die regelt alles. Die regelt alles. En jij moet in de boot gaan zitten en dan? Ik moet alleen maar in de boot zitten en varen. En ging het goed net? Ja, prachtig. We zijn derde geworden. Oké. Ja. Derde? Van de drie. Dus het ging fantastisch. Het is klaar nu. Het is klaar. Je kan zitten. We zijn al verloren. Ja, je kan blijven zitten. Maar we moeten nog 2 keer. Oh, dat toch nog wel. En dan worden allebei de keren worden weer derde, denk ik. Ja. Maar het gaat om de fun natuurlijk. Ja. Zeg, ik denk dat ik even naar die koning ga, want die zit er mooi bij, vind Willem ik. Willem heet die. Willem de koning. Kijk, het komt heel mooi uit. Dag Willem de koning. Hallo. Willem, hoe is het? Goed. Bier erbij. Fit? Voel je je goed? Ja hoor, zeker. Ja? En je voelt je ook echt de koning? Ja, ik voel me echt de koning, hè. Mijn mooie bruid zit daar. Dat is helemaal goed. Al mijn dwergen heb ik bij me. Jij zit goed vandaag? Ik zit helemaal goed. En de roeien ging ook goed net? Helemaal goed. Ze zijn aangekomen. Dat is het belangrijkste. Maar jij zit niet in de boot, begrijp ik? Nee, mag niet. Waarom mag dat niet? Ik kan niet zwemmen. En als u dacht dat wij nu alle verklede mannen en vrouwen achter de rug hadden, dan heeft u het mis. Want dit stelletje ongeregeld draagt namelijk leggings. Ja, je moet ervan houden. Zo hé, je valt wel op zo. Ja, toch allemaal denk ik. Ja, waar is de rest? Laat die anderen er ook even bij komen. Jongens, kom er even bij. Kom er even bij. Leuk. Hi. Hallo, wat zie je er leuk uit? Ja hè? Ja.
Hartstikke strak. Ja. Zit het lekker? Opvallend goed, ja. Valt goed? Ja, dat... Wil jij wel elke dag aan? Nou. Sterker nou. Dat heeft hij ook. Ja, doe maar gewoon. Eindelijk, hè? Nee, heerlijk toch niet. Maar wie zijn jullie? Al jaren af. We zijn de Vliegwisselaars! Geweldig! Maar ik wil nog wel even weten hoe het gegaan is de race. Lekker! Ja, wel goed. Eerste jij vindt alles bang, lekker? Maar... Ah, nee, hij ging beter dan de eerste. Ja, ja echt wel? Ja. De eerste moest er even inkomen. Maar nu was het perfect. En nu waren we fantastisch. Oké, en... Ik zie al dat het de derde jaar is dat jullie mij moeten hebben tijdens die interviews. Kijk eens aan, wie was je toen? Ook de Vliegwisselaar. Toen liep ik in Pampus. Pampus liep je toen. Ja. Je bent er wel op vooruit gegaan, zeg ik. Nou, vindt u? dat zeggen ze thuis niet, hoor. Nee, toch niet? Het blijft allemaal nat, dus dat maakt niks uit. Nee, dat maakt niet uit. Zeg maar, jullie hebben ook allemaal tattoos, jij niet, of wel? Nou, deze, die moeten nog af. Maar dit is een echte, hè? Ja, zeker. Alleen maar echt. Het houden bedekt. Je kan niet tegen de zon, dus... Nee, dat moet even afgedekt. Ja. Kom, maar jij lijkt ergens op. Ja. Op die man van de Golden Earring eigenlijk. Je lijkt op Golden Earring. Je bent toch niet je bent toch niet die... Ja, kijk, zie je wel. Ja, je doet stiekem mee, hè? Eigenlijk wel, ja. Maar ik doe gewoon stiekem mee. Ja, je was hier vrijdagavond ook al, hè? Ja, ik vond het zo gezellig hier in de avond door. En ik denk, blijf nog even gezellig. Dus, ja, nou, ik zou zeggen, hier... Heb je hem ook al gekend? Nee, nog niet. Wie? Hij is Bon Jovi. Oh ja, nou je het zegt. John Bon Jovi. Nou, het was mijn eer en heel veel succes nog. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. En ik zou zeggen, loop achter die coach aan. Komt helemaal goed. Hartstikke bedankt. Nu was het zaterdag wel heel erg druk, maar vlak de zondag even niet uit. Hele drommen mensen langs de oever en op de brug. En die laten wel eens wat vallen. Per ongeluk. Gelukkig zijn de mensen van de Veluwe-groep die dat opruimen. En dat doen ze ook met de Loempia's. Dit zijn de heren van... ja, waar zijn jullie eigenlijk van? De Loempia's-eters. Kijk eens aan, eet smakelijk. Maar jullie doen nog meer hier, hè? Schoonmaken alles. Maar zoals eten en zo, dat ze weggooien, heb je dat wel meegemaakt? Van die Loempia's, dat ze denken van nou, ik vind het niet lekker, ik gooi het maar op de grond en iemand anders gaat erin staan of zo. En dan moet jij dan weer opruimen. Ja, dat doe ik het wel. Maar dat is vies, hè? Ja, het is wel een beetje gewoon, maar... Ja, het is goed. Dat hoort er gewoon bij. Nou, heb je ook handschoenen aan? Ja. Oh, gelukkig. Handschoenen, knijpers. Knijpers. Ja. Nou, en je hebt een speciale kar, heb jij ervoor? Ja, die hebben wij zelf bedacht. Normaal loop je dan met een containerbakje of met die zakken dan. Hoeveel zakken hebben jullie binnengehaald gisteren? Schat eens. 20, 30 zit je wel in. Ja, best veel hoor. Ja. Nou, en dan vandaag nog. Oké, zeg, ik wens je veel plezier. Ja. Succes met het vuil opruimen. Ja. En heel goed dat jullie het doen. Ja, toch? Twee volslagen onbekende Apeldoorners, DJ Giel en Party Harry, wie kent ze eigenlijk, hebben iets nieuws bedacht. Ja, ik sta hier bij Harry en bij Giel. Bekende Apeldoorners, ik hoef de achternaam helemaal niet te noemen, dat doen we ook niet. Maar jullie hebben iets leuks bedacht, hè? Wie wil als eerste beginnen? Ja? Ja, nou, het is een nieuwe act. Gebaseerd op een DJ en een zanger. En de zanger die staat midden in het publiek mensen naar zich toe te trekken door middel van zijn zangkunsten. Nou, dan heb dat is niet zo moeilijk. Heb je een hele goeie en Harry natuurlijk. En de mensen kunnen daar gewoon hun plaatje aanvragen bij Harry. En Harry geeft dat natuurlijk gewoon lekker door de microfoon lekker aan mij door. En ik zet wat klaar. En dan als we een leuk bosje bij elkaar hebben, dan gaan we lekker karaoke zingen met elkaar. Maar dan eigenlijk, dat Harry eigenlijk de karaoke platen zingt. Dus Harry doet eigenlijk gewoon zijn zangding met het publiek samen. Dus, en mensen kunnen dan ook mee zingen. Een beetje à la Toppers in concert. Een klein beetje vanaf gejat. Ja, Guus Meeuwis een klein beetje. Dus eigenlijk, ja... Gewoon één groot meezingfeest, zeg maar. Ja, leuk. Jij staat dan daar ergens, Harry? Ja, ik sta midden tussen de mensen als de mensen staan. En dan gaan we proberen over te halen dat ze wat nummers aanvragen. En dan, dat scherm, waar hangt dat? Daarachter hangt een groot scherm en daar loopt de tekst voor het publiek op mee. Dus iedereen kan lekker meezingen. Ik zou zeggen een borreltje drinken en meezingen met die handel. Hebben jullie dit wel eens eerder gedaan of is dit echt een primeur hier voor Apeldoorn? Ja, dit is wel een primeur hoor. Voor Apeldoorn zeker. Ja. We hebben het wel heel vaak op de zolderkamer gedaan natuurlijk. En dan moet je eigenlijk maar weten of het in ieder geval maar gewoon hopen dat het ook op zo'n Drakenbootfestival gewoon gaaf wordt. Maar... Hoe hebben jullie het ook alweer genoemd? De Amazing Show.
Nou, misschien een leuke shot kan maken zo. Dan, ziet er leuk uit. Dat ziet er al leuk uit. Ja, heb hij gemaakt. Ja. Oh, heb ik hem gemaakt? Nee, Michiel Stomphorst. Dat is wel, ideaal communicatie heeft het ontworpen en we zijn er heel blij mee. Zeg, en als dit aanslaat, en dit is nou de eerste keer vandaag, wat gaan jullie dan doen hiermee? Ja. Het land in. Ja, en we zijn op plannen om het in het Duits te gaan doen. We willen graag Duitsland in. Jullie willen Jantje Smit eigenlijk achterna? Nou, dat niet, maar we willen, ja, ik denk dat de markt iets groter is dan Nederland. Oké. Okay. Het is toch vlakbij, hè, Duitsland. Een uurtje rijden en dan ben je er al eigenlijk. En dan hè? Denk je aan nummers van Ik ben wie je doe. Ja, Festival der Liebe, und so weiter. Ja, und so weiter, und so weiter. Ja. Und dan müssen die Deutsch üben nog? Nee, is niet, dat is geen probleem? Nee, nee. Dat is niet nuttig? Nee, helemaal niet nuttig. Nee. Nee. Jij ook niet? Nee. Dus, ganz goed? Ganz, ja. Ganz toll. Ja. Ganz independent, ja. Lekker meegezongen? Mooi, dan is het nu tijd voor een biertje. De strijd is gestreden en de calculerende nerds winnen. En laten alle knappe buurtjes achter hun. Juist en applaudisseer voor Welverwegen Zuid! Bij de verenigingen waren de Vikingen de snelste. De geschiedenis herhaalde zich wat dat betreft. Een mooie beker en een zoen voor de heren van Dynamo. Leni staat in de tussentijd bij de nerds. Nou jongens, wat is jullie eerste reactie? De winnaars... Met wie moet ik beginnen? Met jou? Ja, ik vind het goed. Ja, hartstikke mooi. Tweede jaar, dus op rij nu. Had je het verwacht? Zeker. Ja. Geen twijfel over mogelijk. Wat voor gevoel gaat er nou door je heen? Nou, kijk, kampioen worden is moeilijk. Maar nog een keer kampioen worden, dus kampioen blijven is veel moeilijker. Dus het is gewoon fantastisch dat het lukt. Wat zeg jij? Kom er even bij. Kom er even bij. Wat zei jij? Ik zei, bam, de prijzen liegen er niet om. Wat gaat er vanavond gebeuren, jongens? Lekker eten en feest vieren. Bier drinken. Proosten erop. Heel veel plezier en op naar volgend jaar, toch? Dankjewel. Zeker weten. Ja, dames en heren, het zit erop voor vandaag. Drie dagen feest was het hier aan het kanaal. Spektakel op het water. Vrijdagavond begon het met het concert van de Golden Earring en Nielsen. En zaterdag de bedrijven en vandaag vereniging en straten. U hoort het nog op de achtergrond. Het feestje gaat hier nog even door. Wij stoppen ermee. Volgend jaar dan zijn we er natuurlijk weer bij als TV Apeldoorn. Want dan is het 10e keer dat het Drakenbootfestival zal plaatsvinden. Ik wens u nog een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Dag!